Het bezoeken van een peutercentrum is voor een peuter vaak een eerste stap los van thuis en een belangrijke stap in de ontwikkeling. Peuterplaza bereidt peuters spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Het is een goede aanvulling op het gewone leven thuis of het dagelijkse programma in het kinderdagverblijf. De peuters van Peuterplaza zitten in een vaste groep met vaste leidsters. Hierdoor voelen de kinderen zich snel op hun gemak, zodat ze volop kunnen spelen en genieten van de activiteiten. Peuterplaza heeft 46 speelzalen verspreid over heel Eindhoven. Alle speelzalen in Eindhoven gaan deel uitmaken van een speelcentrum, waar samen met onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn wordt aangeboden. Wij werken met thema's, daarvoor hebben we allemaal een programma gevolgd. Een training. We werken aan de hand van een spin met diverse ontwikkelingsgebieden. Daar komen allerlei dingen naar voren, zoals taal, rekenen, bouwen, knutselen. Zodat je voor jezelf ook als je een programma maakt, weet waar je mee aan de gang gaat. Dat het duidelijk is voor de andere leidsters. Ik denk inderdaad dat ze spelenderwijs hun ontwikkeling naar het groter worden, dat die juist door de peuterspeelzaal ontwikkelen, beter worden in ieder geval. Beter dat we ze thuis houden en in één keer daar naar de basisschool gaan brengen. Het is wel echt puur een ontwikkelingsmoment om te zorgen dat ze klaar zijn om die stap te maken. Peuterplaza Grasrijk is één van die 46 locaties van Peuterplaza waar wordt gewerkt met een educatief voorschoolsprogramma. Om ervoor te zorgen dat er een doorgaande leerlijn is tussen de peuterspeelzaal en de basisschool, vindt er overleg plaats tussen de leidster van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de onderbouw. Dus ja, zowel inhoudelijk als organisatorisch is er samenwerking. Pyramide is een van de programma's waarmee gewerkt wordt bij Peuterplaza. De voorschoolse educatieve programma's waarmee Peuterplaza werkt zijn erkende programma's en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het ministerie van Onderwijs. Ze stimuleren de totale ontwikkeling van de kinderen en de nadruk ligt op de taalvaardigheden. Alle kinderen in Eindhoven kunnen minimaal 2 dagdelen naar Peuterplaza komen om spelend te leren. Meer dagdelen is mogelijk afhankelijk van de behoefte van het kind en de wens van de ouders. Het voordeel van VVE op school is dat je natuurlijk in een zo vroeg stadium, vroeg mogelijk stadium, kinderen helpt in hun ontwikkeling in het algemeen. En in ons geval vaak bijzonder op het taalkundige vlak. Kijk hem eens duwen die eens. Onze eend met pech, die is zo aan het duwen. Oh jeetje, en wie komt daar aan? We hebben een spelinloop in het normale speelzaalprogramma. Dat wil zeggen dat ouders het eerste kwartiertje met hun kind meespelen om de overgang tussen thuis en speelzaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar komen dus ouders met kinderen spelen. Bij Pyramide is er een tutor in de groep die kinderen extra ondersteuning geeft om het programma te kunnen volgen. Aan ieder peutercentrum is een medewerker opvoeden en opgroeien verbonden. Als de leidsters vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van de kinderen, dan komen ze bij mij terecht. En daar hebben wij kindbesprekingen 1 keer in de maand over. De leidsters vragen toestemming aan de ouders of dat wij hun kind mogen bespreken. We volgen de kinderen in de speelzaal, maken een plan van aanpak. Die bespreek ik ook weer in een kindbespreking met het consultatiebureau bij de Zuidzorg. Zuidzorg verwijst peuters voor 4 dagdelen per week door naar een educatief voorschoolsprogramma thuis of op het peutercentrum. Als ze hier op bureau komen, dat ze eigenlijk een beperkte woordenschat hebben. Dan vraag ik aan ouders, van komt dat meer voor in het gezin? En blijkt dat bijvoorbeeld voor te komen, dan leg ik uit dat het kan zijn dat kinderen extra naar een peuterspeelzaal gaan, een aantal extra uren met een bepaald programma, of dat ze een thuisprogramma krijgen aangeboden. De vaste structuur bij Peuterplaza, de dagindeling, regeltjes en rituelen geven rust in de groep. De kinderen voelen zich veilig om deel te nemen aan het programma. De leidsters van startblokken ontwikkelen zelf de thema's.
Dit doen ze door goed te observeren waar de belangstelling van de peuters naartoe gaat. Doordat de thema's samen met de kinderen ingevuld worden, is er betrokkenheid van de kinderen bij het onderwerp. Let op, ga maar zitten. Hier heb je de pen. En alles wat de kindjes dan zeggen, mag jij dadelijk opschrijven. Goed? Alles wat wij doen, dat doen ze bij de basisschool in feite ook, alleen dan net weer een treetje hoger. We overleggen ook heel veel, zodat we ook op hetzelfde, ja, in hetzelfde traject blijven zitten, zeg maar. Ik merk dat hij veel dieper op zaken ingaat en dat er ook meer moeilijke woorden uitkomen en andere woorden uitkomen die wij thuis niet gebruiken. Hier had ik een poppetje. En hier niks. Kinderen krijgen een betere start en daardoor krijgen ze ook een betere finish op het eind van de basisschool. En ook een betere doorstart naar het voortgezet onderwijs. Eerst moet die veiligheid gegarandeerd zijn en dan pas gaat het kind vanuit zichzelf de wereld in en gaat het ontdekken. Dus die veiligheid is heel belangrijk en we hebben het gevoel dat die op deze manier wel bevorderd wordt. Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Het programma is erop gericht om de kinderen alles zelf te laten doen en zelf probleempjes op te laten lossen. De kinderen bespreken voordat ze gaan spelen met de leidster wat ze gaan doen en hoe ze dit gaan doen. Aan het einde van de ochtend kijken ze samen met de leidster terug hoe dit is verlopen. Hierdoor wordt hun taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Een afstemming met de partners binnen speel en met de thuissituatie is noodzakelijk om de kinderen goed te kunnen begeleiden. De leidsters van Peuterplaza observeren de kinderen met een volgsysteem en bespreken dit regelmatig met de ouders. In het begin was hij heel erg verlegen. Weet van mijzelf, ik ben meteen bij de basisschool begonnen en ik kon geen woord Nederlands en mijn ouders ook niet, dus ik vond het heel moeilijk. Dus vandaar dat ik zei van als ik kinderen heb, dan ga ik gelijk eerst naar de peuterspeelzaal en dan leren ze ook. En dan herkennen ze taal ook alvast, want hij praat nou gewoon goed Nederlands. Wij vinden het belangrijk om een VVE-programma aan te bieden, omdat we toch erg hechten aan een doorgaande lijn. Wij zien de leerlingen van de Peuterspeelzaal ook een beetje als onze jongste leerlingen. Omdat peuters vooral ook gewoon peuter moeten kunnen zijn, zijn de activiteiten speels en worden ze op ongedwongen wijze in het dagritme van de groep verweven. Kinderen kunnen de spelmaterialen zelf opruimen, omdat alles gelabeld is met een plaatje. De pop Puk is altijd onderdeel van ieder thema. We proberen ook al zoveel mogelijk zijn kleding aan te passen aan het thema, zodat het voor de kinderen ook heel erg duidelijk is waarover gewerkt wordt. Alle leerkrachten van de school zijn gekwalificeerd voor het programma Co-Totaal uit te voeren. Ze hebben een 2-jarige opleiding gedaan en dat hebben ze samen gedaan met de leidsters van Peuterplaza. En op het moment zijn de leidsters van het kinderdagverblijf ook met de opleiding. Binnen SPIL zijn er afspraken gemaakt tussen de basisschool, het peutercentrum en kinderopvang, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij sluiten aan bij het programma PUK met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf door middel van activiteiten die we samen afwerken en door veel overleg, zeg maar, om te kijken naar de kinderen, ja, hoe we die dan kunnen helpen met het VVE-programma. Goeiemorgen, Arnhem, wat fijn dat jullie er zijn.
peuterspeelzaal, ja, die werken dus ook met de voortraject van onze co. Zij hebben dus Puk. En daar zijn ze heel veel individueel met de kinderen op taalgebied bezig. En dat kunnen we heel duidelijk merken. De kinderen van de peuterspeelzaal worden door de leidster aan ons overgedragen. En daardoor hebben wij een heel fijn beeld van hoe een kind daar gefunctioneerd heeft. En kunnen wij daar heel fijn verder mee. Een voorbereidende leer- en spelomgeving in de peutercentra van Peuterplaza met uitdagende speelhoeken, goed spelmateriaal en professionele gecertificeerde leidsters bieden de kinderen een goede start in het onderwijs. Peuterplaza is onderdeel van de Lumens groep.